Je kunt toch niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet? Laten we als Nederland een voorbeeld nemen aan Israël, waar gevaccineerde mensen weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven. En geef degene die het vaccin nog niet heeft gehad dezelfde vrijheid met een negatieve test in de achterzak. Wie een vaccin neemt, doet iets voor een ander. Beschermt de ander. Net als het dragen van een mondkapje is het een vorm van solidariteit. En zelfbescherming. Laten we dat nu als samenleving gaan belonen met de vrijheid om te genieten van de nabijheid van vrienden en familie. Natuurlijk met inachtneming van de basisregels tegen het virus. De 1,5 meter afstand, het handen wassen. Jullie kennen het rijtje inmiddels uit je hoofd. We kunnen het leven veilig weer op gang brengen voor al die jongeren en volwassenen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Met gratis sneltesten en zelftesten kunnen hogescholen, universiteiten, sportstadions, restaurants, cafés en winkels weer opengaan. Ik kan het echt al voor me zien. Opa die net gevaccineerd is, eindelijk weer uit eten of een wandelingetje maken met de kleindochter die een negatieve test op zak heeft. Mijn voorstel is dat de Nederlandse overheid die testcapaciteit gratis ter beschikking stelt. Want de kosten van een lockdown zijn vele malen hoger. Duitsland heeft deze financiële keuze al gemaakt. Als we op deze wijze leren leven met corona, kunnen we ook gaan nadenken over de wereld na corona. En daar is visie voor nodig. Een vooruitziende blik. Een wenkend perspectief. En de moed om keuzes te maken, ook al kunnen die moeilijk liggen in de samenleving. We kunnen niet doormodderen in de coronapolitiek, waarin de politicus handelt als manager, waarbij ideeën nauwelijks meer aan bod komen, waarin de wat verdere toekomst niet meer op het netvlies staat. Die politieke bijziendheid kunnen we ons niet veroorloven. Als de politiek jaar na jaar spanningsloze compromissen sluit, ontstaat er een killebrei die niemand eigenlijk meer herkent. Het is een recept voor een samenleving waar niemand zich meer gehoord voelt of thuis voelt. En dat patroon wil ik doorbreken. Dat is waar deze verkiezingen juist over gaan. Want dat is ook de sleutel tot het herstel uit en na deze crisis.